Je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nimma TV. Ook in 2019 het leukste tv-programma voor en door jongeren van Nijmegen. Ook wij beginnen het nieuwe jaar sportief. We kijken bij de sport tricking en we gaan naar de handboogschietvereniging. Maar nu eerst op pad met trickkoning Aristos. Hey allemaal, ik ben Aristos, een echte Nijmegenaar. En ik zou jullie graag willen vertellen over mijn verhaal met tricking. Mijn interesse voor de vechtsport is eigenlijk begonnen dat ik als eerste Jackie Chan zag, Bruce Lee, Jet Li. Ik zag al die figuren die super mooi konden bewegen. Terwijl ik eigenlijk thuis alleen maar mensen zag die stil zaten. En dat inspireerde mij om eigenlijk ook dat te gaan doen. Ik wilde ook een Power Ranger zijn. Ik wilde ook kunnen bewegen als een kung fu meester. Kunnen vliegen door de lucht als een cartoon, als een superheld. Daar is mijn interesse begonnen. De eerste richting in de vechtsport die ik heb gekozen, dat is Kung Fu Shaolin. Het was lekker dichtbij, in Nijmegen. Ik had een hele coole leraar. En we hadden fantastische vormen. Daar heb ik voor gekozen, Kung Fu Shaolin. Dat is de eerste richting. Bij Kung Fu Shaolin waren de moves die ik trainde vooral brede standen. Dus we hadden de horse stance, de mapu, we hadden de kung pu. We hadden cross stances, lage standen. Vooral hele grote bewegingen en die ook choreografisch mooi waren. Dat waren de vormen die ik vooral oefende. Toen ik net begon met kung fu nam ik het niet zo serieus als ik nu eigenlijk terugkijk. Ik zag natuurlijk al die bewegingen en ik vond het super vet dat ik erop zat. Maar de gedachte was dat ik zou trainen zoals Jackie Chan en Bruce Lee. En we hadden eigenlijk dus hele brede rustige standen. Dus eigenlijk in het begin deed ik maar een beetje wat de leraar zei. Zonder die volle intentie. En dat, ja, dat merk ik nu wel. Ik ben op een gegeven moment gestopt met kung fu, omdat ik wat meer vrijheid zocht. Toen kwam er een hele grote beweging in Nijmegen, dat heet het freerunning. Waar je echt alles mocht doen. Daar vond ik eigenlijk een beetje de vrijheid waar ik snellere moves kon doen. Tornado kicks, hoek kicks kon omtoveren tot 540's, 720's. En ja, er kwam een heel acrobatisch gedeelte bij. De vrijheid die ik bij freerunning ervaarde was heel prettig, was heel vrij. Het zorgde ervoor dat ik mijn creativiteit in beweging echt kon laten uiten. Dus dat zorgde ervoor dat ik dingen kon pakken die ik in de Bruce Lee films zag, in de Jackie Chan beelden, stukjes van turnen, flikflaks, capoeira. Ik kon alles mengen tot een bepaalde vorm. En dat was de vrijheid die ik echt miste. Ja. De vrijheid die ik ervaarde bij freerunning ten opzichte van kung fu was heel breed. Je kon er eigenlijk alles doen, je kon er alles maken. Er werd ook heel veel gekloot met ons allemaal. We hadden ontzettend veel bonding. Juist omdat er niet die trainingsdrang was van je moet het precies binnen 1 uur doen en het moet er strak uitzien. Nee, we hadden juist heel veel bewegingsvrijheid. Je kon je benen rechts omzwaaien, links om. Je kon dingen van taekwondo jatten, je kon dingen van turnen jatten, je kon dingen van parcours jatten en je eigen hele moves van maken. De overstap die ik gemaakt heb van kung fu naar freerunning heeft mij enorm erg veel geholpen door mijn creativiteit vrij te laten. Maar ook door in de trainingstijd mijn angsten te overwinnen. Ik moest bijvoorbeeld voor het eerst een achteruitsalto maken. Achterover gaan, dat was een angst. Maar doordat ik stap voor stap die angst kon overwinnen, lukte het me ook om in het dagelijks leven out of the box te gaan. Dus bijvoorbeeld een confrontatie aan te gaan die mij succes zou kunnen brengen. Een nieuw baantje aannemen, solliciteren. Ja, dat heeft mij echt laten groeien als persoon. Ik ben begonnen met mensen lesgeven omdat het mij gewoon een heel goed gevoel geeft om mensen te helpen. Bijvoorbeeld als ik met openbaar vervoer ga en ik zie een oud vrouwtje dat wel instapt met een rollator, dan help ik dat soort mensen. En met het lesgeven is het zo dat mensen een passie hebben die gedeeld is met kennis die ik aan hun door kan geven. En op die manier heeft het toch altijd een beetje het idee alsof iets van mij met hen altijd meegaat. Ik ben het soort leraar dat eigenlijk altijd super enthousiast voor de klas staat. Ik hou van voorbeeldjes doen, maar mijn sterkste punten zijn toch wel echt inbeeldingsvermogen, empathie, geduld. En vooral de relatie vinden tussen wat de persoon motiveert en het obstakel. En niet vergeten dat ik zelf ooit ook echt gewoon op niveau 0 ben geweest. En vanuit dat perspectief probeer ik altijd te denken.
De connectie tussen mij en mijn leerlingen is niet alleen maar leraar en student. Ik denk dat over het algemeen ze toch mij altijd zien als een soort van grote broer, waarbij ze altijd naartoe kunnen komen. En dat is niet alleen binnen de lessen, maar ook buiten de lessen en zelfs via social media. De grote stap voor mij naar het leraar zijn was toch echt zelf uit die comfortzone gaan, uit die veilige omgeving, op zoek gaan naar workshops, op zoek gaan naar mogelijkheden, echt een persoonlijke groei. Ik ben op het idee gekomen om de social media van nu te gebruiken doordat ik vroeger zelf geholpen ben door de oude social media. Dus denk aan dingen zoals YouTube, daar deelden andere mensen al hun kennis. En om de generatie van nu te helpen wilde ik heel graag de social media platformen gebruiken om zo mijn kennis door te geven. Naast het XMA-tricking let ik ook heel erg op voeding, omdat ik dit zo lang mogelijk wil blijven doen. En heel veel kennis heb opgestoken van de spieren, de pezen, de gewrichten, die ik dus ook echt constant wil gebruiken. Is het voor mij heel belangrijk dat ik op mijn voeding let. En dat probeer ik ook door te geven aan mijn leerlingen. De stap na XMA-tricking, dus de volgende stap voor mij was echt wat meer professionaliteit opzoeken. Ik wilde shows gaan geven en ook wat meer comedy door mijn tricks heen mengen. Jackie Chan was hiervan een heel groot voorbeeld van mij en zodoende ga ik verder. De toekomst voor mijzelf als artiest zie ik toch wel in dat ik nog meer ga optreden, meer met grote bedrijven samen ga werken en ik hoop nog meer in actiefilms voor te komen. Tot nu toe heb ik wat festivalfilmpjes gedaan, maar ik hoop toch wel echt een beetje richting de Nederlandse Jackie Chan te kunnen gaan. Dus zo zie ik de toekomst. Misschien staat sporten ook wel op jouw lijstje van goede voornemens. Heb je wel eens aan handboogschieten gedacht? Wij ook niet. Hoogste tijd om daar eens verandering in te brengen. Yo, we zijn vandaag bij de handboogvereniging Bijsselsdijk, waar we gaan kijken wat handboogschieten nou precies inhoudt. Ga je mee? Hoe ben je bij deze sport gekomen? Vroeger, toen ik een jaar of 13 was, ben ik ermee begonnen. Ik moest van mijn eigen ouders moest ik eigenlijk een sport gaan doen. Ik dacht, nou ja, wat zal ik eens kiezen? En ik vond het vroeger altijd leuk om lekker buiten te zijn en een beetje boogjes te maken. En toen dacht ik, ja, boogschieten is misschien wel leuk. Dus toen ben ik gaan boogschieten. En wat maakt deze sport nou echt bijzonder? Ik vind het mooi aan deze sport dat er een beetje een combinatie is tussen aan de ene kant de fysieke kant, dus je bent echt met je lichaam bezig, houding, et cetera. Maar ook een heel groot deel mentaal, dus als je echt op wedstrijden goed wil presteren, moet je onder veel druk moet je kunnen presteren. Kun je uitleggen hoe de sport werkt, qua punten, qua regels? Ja, veiligheid binnen de sport, het is en blijft een wapen. Je moet verstandiger mee omgaan, er zijn wat regels binnen. Omdat een goede beperking te geven dat er niet onveiligheid gecreëerd wordt. In wedstrijdverband heb je ook heel veel verschillende dingen. Dus aan de ene kant heb je de disciplines, maar je hebt natuurlijk afstanden. En daarin zit heel veel variatie in wat voor wedstrijden je kan schieten. Zijn er ook wedstrijden of toernooien? Binnen de club doen we wat clubwedstrijdjes. Echt tot maximaal 50 meter. En dat doen we 3 keer per jaar op 50, 30 en 25 meter. In de winter, dus deze periode, hebben we de indoor competitie op 18 meter. Daarna wordt ook nog een competitie geschoten op 25 meter. Wanneer wil je dan bijvoorbeeld een wedstrijd? Hey, op 70 meter schiet je dan twee rondes van 36 pijlen. Dus je schiet gewoon in totaal 72 pijlen en daar komt de score uit. En vervolgens krijg je een soort knock-out systeem. Waarbij de nummer 1 tegen bijvoorbeeld de nummer 32 gaat schieten op een bepaald pak in een soort set systeem. Als je als allerlaatste overblijft na zo'n knock-out fase, dan ben je de winnaar. Mijn naam is Jan Reuvers, ik ben 20 jaar. Ik kom hier handboogschieten, gewoon voor de lol. Ik zit hier nu ongeveer, het zal het zijn vanaf mijn 12e, dus dat is 8 jaar nu. Hoe ben je zelf eigenlijk getraind? Je hebt hier een training, je hebt een hele hoop mensen die er vanaf weten. Dus die helpen je met het beter worden. Of je kunt bij de wedstrijden zelf kijken hoe ze het daar doen en daar dus jouw manier op aanpassen. Hoe werkt je moderne boog?
Je hebt verschillende soorten bogen dus. De recurve en de compound boog. Die allebei op een andere manier werken, maar beide, ja, het is natuurlijk hetzelfde idee. Het gaat erom dat er een kracht is vanuit de latten van de boog naar voren toe die de pijlen eigenlijk wegschiet. Dit is dus de recurve boog, een beetje vernoemd naar de curve die je in de latten ziet. Dit is ook de boog die bij de Olympische Spelen wordt gebruikt. En dan heb je de compound boog die hier ook staan. Dat is een boog met katrollen eigenlijk erop. Een stuk korter zoals je kan zien. En het voordeel van deze boog is dat aan het begin is die vrij zwaar. Maar op een gegeven moment gaat zeg maar de katrol over. Hier bovenin. Doordat er een soort ovale vorm in zit. En daardoor wordt de kracht die je achter hebt veel minder dan waar de pijl daadwerkelijk mee wordt weggeschoten. Dat zijn de belangrijkste verschillen wel tussen die twee bogen. Waar is die vingertap voor? De vingertap die heb je dus om je vinger heen, zodat aan de ene kant dat je vingers wat beschermt tegen de pees. Als jij de hele tijd schiet met blote vingers op die pees, dan krijg je een dikke iltlaag hier en dat voelt niet zo fijn. En ten tweede zorgt er ook voor dat jij de pees zo glad mogelijk of zo soepel mogelijk los kan laten, omdat die er gewoon af kan glijden. Dus wat voor spullen heb je nodig bij het handboogschieten? Belangrijk zijn dus de latten, het middenstuk, wat ik net ook al vertelde. Verder heb je het vizier, waarmee je uiteindelijk mikt. En wat heel vaak mensen vragen, wat is echt dat lange stuk wat voor op de boog zit? Nou, dat is de stabilisator, die vangt een deel van de schokken op als jij de pijl loslaat, waardoor je toch een stuk accurater kan schieten. En verder ook nog wel belangrijk zijn bijvoorbeeld de button in de boog. Deze zorgt voor een soort tegendruk tegen de pijl, waardoor je wat accurater je boog af kan stellen. Zonder pijlen heb je natuurlijk geen pijlenboog schieten. Ik zelf schiet met deze carbonpijlen. En aluminiumpijlen zijn een stukje goedkoper, maar zijn ook wat zwaarder, wat dikker. Waardoor ze wat minder snel vliegen en daardoor wat moeilijker af te stellen zijn, zeker op de lange afstanden. Op mijn arm heb ik een armbescherming. Die zorgt eigenlijk voor dat als ik een keer een foutje maak met het loslaten van mijn pees, dat als die hier tegenaan komt, dat ik niet gelijk een blauwe plek op mijn arm heb, maar die mooi opgevangen wordt door mijn armbescherming. Zo mensen, dat was het weer voor vandaag. Na vandaag zie je wel weer het verschil tussen de echte boogschutters en boogschutters die je ziet in de films en series. Hou je ook van schieten en precisie, dan is dit wat voor jou. Later! Dit was Nimma TV. Kijk terug op YouTube en like ons op de socials. Tot volgende week!